Welkom op dag 14 van de overvloeduitdaging van Deepak Chopra, vertaald door Karuna. Gefeliciteerd met het voltooien van je tweede week van de 21 dagen overvloedbewustzijn te creëren. Je bent goed op weg om alle overvloed aan te trekken, welke op je wacht. Afgelopen week hebben we het onderwerp van overvloed onderzocht in relatie tot de 7 spirituele wetten van succes. Nu zullen we overwegen hoe de wet van Dharma een grote invloed heeft op jouw vermogen om je diepste verlangens te vervullen. Het eerste component van de wet van Dharma is om jouw ware zelf te ontdekken. Het tweede en derde component zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en geven uiting aan jouw unieke talenten, en ze zijn er om deze cadeaus te delen, om geluk aan jou en anderen te brengen. Ontdek alle dingen die je hart laten zingen en je in staat stellen om een leven te creëren en niet alleen maar te leven. Vraag jezelf af hoe je kan helpen en hoe je kan dienen. Om uiting te geven aan je geschenken in dienst van de anderen is de hoogste uitdrukking van de wet van Dharma. Wanneer je creatieve uitingen overeenkomen met de behoeften van de mensen om je heen, zal overvloed gemakkelijk door je leven stromen op een perfecte goddelijke manier. Je kan de wet van Dharma praktiseren door gewoonweg aandacht te schenken aan de ziel die bewust in jou verblijft en erkenning geven aan jouw unieke talenten en jezelf afvragen hoe je deze het beste kunt gebruiken om de wereld te dienen. Als we ons klaarmaken voor de meditatie, laten we dan de aandacht richten op de centerende gedachten van vandaag. Er is altijd een manier waarop ik mijn ware doel in het leven kan vervullen. Er is altijd een manier waarop ik mijn ware doel in het leven kan vervullen. Laten we nu beginnen. Zorg dat je gemakkelijk zit in een comfortabele positie. Leg je handen ontspannen op je schoot en doe je ogen dicht. Richt je op dit moment naar binnen toe, naar die plek van innerlijke stilte, waar we onze verbinding met het hogere zelf voelen. Laat al je gedachten los en richt je op je in- en uitademing. Met elke uitademing sta je jezelf toe om meer te ontspannen, je comfortabeler te voelen en rustiger en vrediger. Introduceer dan het mantra van vandaag en herhaal dit in je gedachten en laat het stromen zonder moeite. Om Varunam Nama. Om Varunam Nama. De kern van mijn wezen is de ultieme realiteit. Om Varunam Nama. Als je voelt dat je wordt afgeleid door gedachten of sensaties in je lichaam of geluiden in je omgeving, richt dan je aandacht op het herhalen van het mantra. Ga door met deze meditatie totdat je op het eind een bel hoort die aangeeft dat je het mantra weer mag loslaten. Om Varunam Nama.
Het is nu tijd om het mantra weer los te laten. Word je weer bewust van je lichaam. Neem een moment om te rusten en je weer op je diepe in- en uitademing te richten. Als je je er klaar voor voelt, doe dan rustig je ogen weer open. En als je verder gaat met deze dag, draag dan het bewustzijn van overvloed met je mee. En herinner je aan de centrerende gedachten van vandaag. Er is altijd een manier waarop ik mijn ware doel in het leven kan vervullen. Er is altijd een manier waarop ik mijn ware doel in het leven kan vervullen. Namaste.